Maar op de lange termijn denk ik dat er eigenlijk maar twee mogelijkheden zijn. Twee opties. Optie 1 is dat de mensheid uitsterft. Dat een meteoriet raakt de aarde. Of we doen iets heel doms met een kernoorlog. Of we maken de aarde gewoon zo onleefbaar dat we er zelf niet meer op kunnen bestaan. Nou, dat is een scenario. En het andere scenario is dat we op een zeker moment, vandaag of 100 jaar, 1000 jaar, ergens gaan worden ingekapseld in zo'n superorganisme. Ja, en nu wordt het dus eigenlijk heel erg eng, hè? Ja, vind ik wel, want er zijn twee mogelijkheden waarvan je beide denkt, ja, de mensen, ik bedoel, ja, wie is ervoor dat de mensheid op een bepaald moment uitsterft? Oh, nee. Ja, kijk, nee, er zijn wel een paar mensen die denken, ja, de aanname is een beetje dat wij dan ja, het eigenlijk niet verdienen hier. En daar kun je wat voor zeggen. Ik ben zelf niet, ik speel voor Team Human. Ik denk van, ja, nee, wij mensen, het zou toch wel heel dom zijn als wij de eerste soort zijn die zichzelf overbodig maakt. Laten we proberen dat te voorkomen. Maar ja, dan is die andere optie, is dat dan, wat gebeurt er met dat superorganisme? En waar ik naar wil kijken, is zien wij vandaag eigenlijk al de eerste vormen van superorganismes ontstaan? Kunnen we dat herkennen? Net als dat miljarden jaren geleden die eerste cel zich vormde, dat grote wonder. En ja, wanneer was dat moment dat die paar moleculen daar zaten en dat je dacht, hé, daar ontstaat een cel. Kunnen wij al zien dat er misschien zo'n superorganisme om ons heen aan het evolueren is? Ik heb even gekeken en op een paar plekken dacht ik, nou, denk bijvoorbeeld eens aan landen. Je bent geboren in een land, je bent onderdeel van dat land, je hebt een paspoort. Dan wordt ook gezegd, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Er is misschien iets aan de hand. Andere optie waar je naar kunt kijken is die bedrijven dus. Die bedrijven die ons de hele dag bezighouden. We hebben er banen. Ze zorgen ook voor ons. Bedrijven zorgen voor ons voedsel. Ze houden ons gezond. Ze zorgen voor entertainment. Is dat een soort beginnend superorganisme? Of moeten we misschien toch hier kijken? Dit is niet een sterrennebula ergens ver weg. Nee, dichterbij dan je denkt. Dit is een kaart van het internet. En alle apparaten verbonden met het internet zie je geplot als dots. En dan al die verbindingen tussen die apparaten, die worden ook gemaakt. En ja, dan krijg je zo'n soort structuur. Waarvan ik ook denk, ja, prachtig eigenlijk. Natuurlijk bijna. En we hebben dit nooit zo ontworpen, hè? Let wel. Dit is een beetje om ons heen gegroeid, dat internet. Net zoals de vissen die niet doorhebben dat het nat is. Zwemmen wij in die technologische omgeving. En ja, het bestaat minder dan een mensenleven, maar zullen we eens een week lang het internet uitzetten? Heb je nog een baan? Hoe ga je communiceren met je geliefden en familieleden? Wij leven hiermee. En welke kant gaat dit op? Kijk, ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we dit de goede kant op sturen. Het nachtmerriescenario is dat de technologie eigenlijk op ons parasiteert. Dat de kunstmatige intelligenties ons ja, als resource gebruiken en leegzuigen en dat het dan is. Ja, en de droom is juist dat zo'n superstructuur of superorganisme ons optilt. Onze menselijkheid verrijkt, onze menselijkheid vergroot. Ik denk dat we moeten inzetten op humane technologie. Technologie die onze zintuigen verruimt in plaats van afstomt. Technologie die ons in onze kracht zet in plaats van outsourced. Een technologie die aansluit bij onze intuïties in plaats van vervreemdend is. En technologie die uiteindelijk ja, ook dromen die we over onszelf hebben realiseerd en onze menselijkheid optilt, ondersteunt en verrijkt in plaats van afstomt. Ik wil jullie nog een stukje huiswerk meegeven, namelijk door zelf in de komende periode, als er een nieuwe gadget of een nieuwe technologie op je afkomt in jouw eigen leven, door je gewoon even af te vragen van, hey, vergroot dit nou eigenlijk mijn menselijkheid of helemaal niet? En dan beter te kiezen of je het wil. En als we dat allemaal doen, dan ben ik heel hoopvol over dat ja, die technosfeer die is ontstaan. Wij hebben hem veroorzaakt. Hij gaat ook niet meer weg. We kunnen niet meer terug. Maar misschien is het onze taak wel om die biosfeer en die technosfeer beter met elkaar in balans te brengen. Omdat uiteindelijk gebeurt dit niet op drie bollen, maar allemaal op één bol. En dat is dan toevallig ook nog onze aardbol. Dank jullie wel.